Ziet veel weerstand. Ja. Dit is het. Nou, wat staat er? Ciao, ciao. Nou, ik zou zeggen, klik het link door. Tadaa. En we gaan even naar Bob toe. We gaan even samen naar Bob. Ook dat de woningstichting zal zeggen dat er geen woningen worden gebouwd, want er is weinig plek en weinig ruimte voor honden om zo lekker te rennen als hier. Dieneke, we zullen je blijven herinneren als een goed en enthousiast mens en je zult altijd in onze herinnering blijven omdat je deze speelplaats zo goed hebt opgeknapt. Het is natuurlijk heel erg mooi dat dit op basis van initiatief van inwoners en ook op basis van initiatief van Harry en alle ondernemers die hebben bijgedragen dat het hier gerealiseerd is. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van hoe initiatief van burgers kan leiden tot mooie initiatieven en mooie hondenuitlaatplekken in Almelo. Ja, wat duidelijk. Uiteindelijk is het begonnen met het indienen van een motie. Laat Irma hier even naar voren komen. Even langs het koffieapparaat. Het is nog steeds lastig om zonder Peter dit allemaal te doen. Het is nu ruim 2 jaar, maar toen we het stuk lasen wat een uitnodiging zagen, kwam het toch allemaal weer dichtbij. We waren ongeveer allemaal in Spanje toen Peter overleed en we waren erbij. Dus dat was een heel bizar moment. Eigenlijk iedereen van ons is op een of andere manier door Peter geraakt en door zijn wie hij is en wat hij doet geraakt. En we zijn allemaal anders en we komen allemaal uit andere hoeken en gaten, maar we zijn door één ding aan elkaar verbonden en dat is de liefde voor de dieren. Wat maakt deze speelplaats zo bijzonder? Nou, voor mij omdat het dichtbij is, want anders moet ik naar Wierden. En het is klein, maar dan kennen ze de honden, die kennen elkaar dan ook op een gegeven moment. Ik kwam er regelmatig, 2, soms 3 keer in de week en soms in een maand 1 keer. Beetje afhankelijk ook van het weer. En juist, en Bonne vindt het prachtig? Die vindt het geweldig, maar met name als er andere honden zijn. Dus als je op een tijd komt dat er geen hondjes zijn, dan loopt hij een keer rond en dan vindt hij het wel goed. Ja. Ik vind het fantastisch wat Animal Niet heeft gedaan. En Almelo hier. En ik weet zeker dat Peter vanuit de hemel meekijkt. Hartstikke bedankt allemaal.